we hebben MS en via de MS-liga zijn we zo elkaar tegengekomen en ja, van het een kwam het ander. Het is de 7e deelname dat we doen met het Rode Kruis. Die mogelijkheid werd mij geboden door een vrijwilliger bij het Rode Kruis. Die zei van, waarom neemt je niet deel aan een vakantie? We waren eigenlijk van plan om eens zonder onze ouders weg te gaan. Dus zij zijn gerust dat wij in goede handen zijn en ook eens weg kunnen. En anderzijds zijn wij ook blij dat we eens van onder de vleugels van onze ouders zijn. Wij kwamen hier op onze kamer en de bedden stonden echt tegen elkaar geschoven. Dus normaal gezien staan de bedden uit elkaar, maar voor koppels schuiven ze de bedden tegen elkaar. En dat is wel tof natuurlijk, dat ze daar allemaal voor zorgen. We hebben een kaartje aan onze deur hangen. Zou men echt wel rekening met de privacy en zo. Dus.